We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Zal ik erover vertellen? Laten we kennis maken. Hoe heet jij? Femke. Ik ben de Sprookjesboom. Wie ben jij? Femke. Alle takken nog aan toe. Dat is leuk. Lekker weer heb je voor me meegenomen. Hoe oud ben jij eigenlijk? 21. Ik wil niet nieuwsgierig lijken, maar hoe oud ben jij? 21. Zal ik je vertellen dat ik al honderden jaren oud ben? Ik weet een verhaal met heks. Of vind je assenpoester leuker? Welke wil je? Assenpoester. Assenpoester. Jij lijkt me wel iemand voor een verhaal over Roodkapje. Of toch liever eentje met draak. Kies maar. Roodkapje. Roodkapje. Jij bent een vrolijke struik. Ik zal jou eens wat vrolijks vertellen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat het anders was. Wolf probeerde Roodkapje te pakken. Alweer? Hij zag even de laag hangende tak niet en knalde met zijn kop er tegenaan. Heel hard. Oh, arme tak! Hij bleef even uitgeteld op de grond liggen. Zelfs Roodkapje keek hem bezorgd aan. Eigen schuld, dikke bult. Toen hij weer overeind kwam, kon hij zich niks meer herinneren. Wolf was zijn geheugen kwijt. Wie ben ik? Vroeg hij aan Roodkapje. Kijk uit, vast weer een list van Wolf. Nee, het was echt. Wolf wist niet meer wie hij was. Dan moet Roodkapje hem vertellen wie die is. Een boze en gemene sprookjesbosbewoner. Roodkapje vertelde hem net het omgekeerde. Dat hij een lieve, zachte, aardige wolf was. Hè? Hij geloofde het. Hij deed opeens heel vriendelijk tegen iedereen. Die is goed. Kijk maar uit. Voor je het weet, herinnert hij zich weer wie die is. Inderdaad. Wolf botste weer tegen een laaghangende tak. Au. En toen wist hij weer dat hij geen aardige wolf was. Maak dat je wegkomt, Roodkapje. Roodkapje kon gelukkig net op tijd vluchten. Hey, zeg nou zelf, een aardige wolf? Dat gelooft toch niemand? Dat doet me denken aan die dag dat klein duimpje. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.